Goeiedag. Goeiedag. Meneer Van Dorp. Ja, dat is me. Ja. My name is Robert and we're from Holland. Oh. Are you ill, Van Dorp? Ja. Ja. Hoe weet jij dat? Ja, dat wil ik even vertellen. Mag ik even binnenkomen? Ja, sure, je mag binnen. Dat zou ze zeggen, denk je. Kan niet. Ik heb geen idee. Goedemorgen. Dag, Ko. Ja. Van Dorp. Ja, wat is er met uw arm? Ik heb mijn arm gebroken. Oké. Okay. We're all the way from Holland to visit you. Oeh. Well, somehow you look familiar, I don't know. Oh? En hoe komt dat dan? Ja, weet ik veel. Nee. Oké. Ja. Komt u er ook even bij zitten anders? Ja, u praat allebei nog heel goed Nederlands. Nou, waar is dit voor, by the way? Nou, dat zal ik even uitleggen. Ja? Wij komen uit Nederland. En wij reizen hier door Canada. En we bezoeken door heel Canada allerlei mensen met Nederlandse roots. Oké. Zij is 1 van 12 en er zijn er nog maar 2 over. Zo, en Ko is er 1 van. En Arie is de andere. En Arie is de andere. Ja. En Arie heeft een hele moeilijke tijd gehad, hè? Ja, ja, erg een moeilijke tijd. Ja. Heeft u hem daar een beetje in kunnen steunen? Wel, we bellen geregeld. Ja. But, you know, je bent zo ver weg. Ja, know, precies. But... Ik weet dat allemaal en ik vraag dat allemaal, want ik kreeg een brief van Marijke, de dochter van Arie. Oh. Oh ja. Marijke die schreef ons dat Arie binnenkort 80 jaar wordt. Ja. Oh ja. Ja, ja. En na al die moeilijke jaren met Riet. Ja, ja. En vorig jaar natuurlijk, toen dat helemaal is afgesloten, had zij een vraag aan ons. Het is een enorm grote wens van Arie om zijn zus Ko nog 1 keer te kunnen zien. Ja, dat geloof ik direct, want... Hij is 1 keer geweest. Hij is 1 keer geweest. En hoe lang is dat geleden? Misschien wel meer dan 20 jaar. Ik weet het eigenlijk niet precies. 20 jaar geweest, ja. En wij reizen door Canada met een hele grote groep mensen... die we steeds bij hun familie afleveren. En daarom staan we nu beneden met een grote bus. En in die bus zit ook Arie. Die hebben we meegenomen hier naar Canada. Heren, is dat werkelijk? Ik zag wel een groot ding binnenkomen. Ik zag, er komt een grote truck aan. Daar zit Arie in. Ah, really? Ja. Is dat een verhaal of is dat... Dat is helemaal echt waar. Of is dat waar? En als je even wacht, dan haal ik Arie er even bij. Hey, daar zitten ze. Yo, 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 yo. Nou, moet je toch ophouden? Dat had je toch niet gedacht? Hey, kindje. Hey. Goh, toch zie je me nog eens, hè? Mijn arm gebroken. Ja, oh. Nou. Yo, zo leuk te zien. Hey, waar kom jij vandaan? Ja, uit de bus daar. Hey, joh. Ja, dat is fantastisch dat je eventjes... Even naar je zus kon kijken. Blijf je niet, of wat? Ik zeg, joh, laat eens even naar Canada. Het allerlaatste wat ik verwacht had. Ja, hartstikke leuk dat je... Maar daar hebben we het later over, maar ik denk, ik moet toch een keer erheen. Ja, dat is... En de gelegenheid deed zich voor. Ja. Dus ja. Ga er even lekker naast zitten, Arie, naast je zus. Ja. Jo, dat is 17 jaar geleden, hè? Ik zeg net, het is ongeveer... 20 jaar geleden. Goh. Hoe krijg je dat voor elkaar dat die kerels jou mee willen nemen? Ja, dat begrijp ik zelf niet. Hoe ziet hij eruit, Ko? Oud, hè? 80 hoor ik. 10, ja, I know, maar het is ongeveer... Ja, nog niet. Ik ben nog 79, ja, hè? Ja. Volgende maand, in november de 23. Ja, ja, ja. En kom je dan naar Holland? Oh, for sure. Maar hij... I don't know.